Weegschaal, welkom bij jullie algemene reading op het gebied van liefde en relaties. Dit is een bonusreading voor de maand december. Neem mee wat voor jou resoneert. Zoals ik zei, het hoeft niet voor iedereen te resoneren. En laat de rest vooral achterwege als je denkt, dit is niet mijn reading, dan laat het voor iemand anders. Ik heb al een aantal orakelkaarten voor jullie geschud. Er zijn een aantal boodschappen uitgekomen van het Romance Angel Deck en van de Tea Leaves. Daarna zal ik een tarotlegging doen op jullie energie, de energie van de persoon waar je mee te maken hebt, waar je aan denkt en een eventuele uitkomst voor de maand december. De reading zal ik dan afsluiten met een affirmatiekaart van The Soul's Journey. Dus we gaan meteen beginnen met jullie reading, kijken welke boodschappen eruit zijn gekomen van het Romance Angel Deck. De eerste kaart die er voor jullie uitkwam is geef je relatie een kans, weegschaal. Werk aan jouw relatie. Uit je liefde. Maak dat romantische gebaar naar jouw persoon toe. Dan hebben we als derde boodschap financiën en carrière. Het kan zijn dat jouw liefdesleven op dit moment beïnvloed wordt door financiële issues. Of carrière, werk, noem maar op. Let op de rode vlaggen. De tekenen die je binnenkrijgt, waarschuwen jou in een bepaalde situatie. Dus we gaan kijken waar dat dadelijk mee te maken heeft, kan hebben. Dan hebben we van de tea leaves de vinger. Vinger heeft te maken met een waarschuwing. Deze vinger waarschuwt jou over een probleem. En dat kan een probleem zijn wat nu speelt, maar dat kan ook een probleem zijn wat nog in de nabije toekomst zal komen te spelen. Dus let erop. En we hebben dus twee keer een kaart met een waarschuwing. Dan hebben we de firecracker. Excitement. Dus iets, ja, opwindends zal er gebeuren in de maand december. Er zal iets plaatsvinden. Opwinding. En het kan positief, maar dit kan ook negatief zijn. Dus we zullen het zien. Ik voel het zo als iets positiefs. We hebben hier tranen. Ja, een groot persoonlijk verdriet gaat dit over. Tranen. Dus het kan zijn inderdaad dat jullie in een periode van verdriet zitten op dit moment. Of er gaat iets gebeuren in de maand december wat jou verdriet gaat doen. Een probleem kan zich voordoen. Gelukkig komt daarna de zonsopgang, sunrise, nieuwe creatieve ideeën, nieuwe dingen die je mee gaat maken en wellicht een frisse nieuwe start na verdriet, iets wat er staat te gebeuren. We hebben hier het geldpad, money path. Een pad gevuld met geld wacht op jou om gevonden te worden, weegschaal. Dus financieel, heel positief. En dan hebben we hier de bezem, broom, nieuw huis of een nieuwe instelling die jij zult hebben in de maand december. Wauw, we gaan het zien. Universum, welke kaart, welke boodschap kunt u mij laten zien voor de weegschaal in liefde en relaties in december? Voor de weegschaal. Welke boodschap mag eruit komen voor de weegschaal? Oh. Welke boodschap mag eruit komen voor de weegschaal? Nog één kaart, alsjeblieft. Eén kaart nog, alsjeblieft, voor de weegschaal. Eén kaart, één boodschap voor de weegschaal. Energie van weegschaal. Liefde en relaties in december. Onder op het dek, als algemene energie, de geliefden. Tweeling, energie. Kan zijn dat jullie te maken hebben met een tweeling, hoeft natuurlijk niet. Dit gaat over een diepe band tussen twee mensen. Dit kan een liefdesrelatie zijn, maar dit kan ook een vriendschap zijn. We hebben hier een reading op het gebied van liefde. Dus ik ga ervan uit dat het hier gaat om een liefdesband die jij voelt met iemand. Dit kan te maken hebben met keuzes maken vanuit je hart.
een goede gezondheid. Of dit kan ook te maken hebben met inderdaad herstellen van ja, ziekte kan dit zijn. Dus het kan zijn dat jullie een periode hebben gehad dat je je niet zo lekker in je vel hebt gevoeld. Dit kan natuurlijk ook te maken hebben met dit grote persoonlijke verdriet wat hier ligt. En je bent herstellende in de maand december. Je komt er weer bovenop. Er is een diepe connectie die je voelt met iemand. In vriendschap of liefde. Dus we zullen het zien. De eerste kaart die er voor jullie uit is gekomen is de kluizenaar. Maagd energie. In jezelf keren. Mediteren wellicht. Ja, jezelf terugtrekken van een bepaalde situatie. Van de mensen om je heen. Je innerlijk licht schijnen. En eigenlijk zoeken naar... Ja, zoeken naar jezelf ook. Jezelf ontdekken als het ware. Dit kan ook te maken hebben met spiritualiteit. Je kan ook een spirituele mentor zijn voor anderen met deze kaart. De geliefde is ook een hele spirituele kaart. En de kluizenaar ook. Kan ook zijn dat jullie inderdaad jezelf terugtrekken en innerlijk licht schijnen, mediteren en daardoor een bepaald inzicht krijgen in een situatie. En dan hebben we de schildknaap van pentakels. Dit is aarde-energie. Stier, maagd, steenbok. Dus we hebben sterk maagd, sterk tweeling op de tafel. Dit kan te maken hebben met een nieuw begin, de schildknaap van pentakels. Dit kan te maken hebben met een boodschap die je gaat krijgen over een nieuw begin, over een nieuwe kans. Kan te maken hebben met een nieuwe baan. Kan te maken hebben met een nieuw huis ook, want dat hadden we hier liggen. Een nieuw huis kan ook te maken hebben met een opleiding die je gaat volgen naast je werk. Of een nieuwe studie die je gaat volgen inderdaad. Promoties in je werk. In ieder geval, ja, gelukkig nieuws als het gaat om ook financiële stabiliteit. En het is een tijd van ja, over te gaan tot actie op een bepaalde situatie. Een hele mooie energie. En dan hebben we als laatste kaart voor jullie de koningin van pentakels. Wederom aarde-energie, stier, maagd, steenbok. Kan zijn dat jullie te maken hebben met een aardeteken. Dit kan ook jullie energie zijn, in je kracht staan. Het is iemand die heel erg gegrond is. Iemand die... ja, heel genereus is. Iemand die heel praktisch is. Gracieus. Iemand die ook wel materialistisch is. In de zin van ja, stabiel willen zijn op het gebied van financiën. Dit is iemand die dingen mooi kan maken. En ook houdt van ja, kunst en ja, mooie dingen. En heel belangrijk is familie en het huisleven. Familie, gezin. Ja, het is iemand die met beide benen op de grond staat en heel praktisch staat in een bepaalde situatie. Dus we gaan dit verklaren voor jullie. Waarom ligt hier de geliefde voor de weegschaal? De geliefden voor de weegschaal, universum. De maan is er zojuist uitgevlogen. Waarom ligt hier de geliefden voor de weegschaal? De geliefde heette vroeger de keuze. Dus dit kan ook te maken hebben met een keuze in de liefde die jullie gaan maken in de maand december. We hadden de maan, zoals ik zei. Vissenenergie die eruit is gekomen. We hebben de staven 2. Vuurenergie, ramleeuw, boogschutter. En we hebben het rad van fortuin. Dit is stier, waterman, leeuw, schorpioenenergie. Met deze kaarten die de geliefde verklaren, heb ik het gevoel dat jullie een bepaalde angst hebben gehad. In een connectie, in een liefdesconnectie wellicht, of in een vriendschapsconnectie. Dingen waren ook... misschien niet duidelijk. Je hebt in een periode gezeten van een kruispunt in je leven. Welke richting ga ik op? Welke keuze ga ik maken? Met de staven 2. En dit is nog een wachtenergie. Niet direct overgaan tot actie. Je maakt wel plannen. Maar ja, dit is nog een soort van stagnerende energie. Waarbij je echt op een kruispunt staat. En ja, een keuze gaat maken. Of ik ga deze kant op. Of ik ga deze kant op.
aan die wachtenergie komt wel een einde. Met het Rad van Fortuin, dit is een einde van het ronddraaien in cirkels, een nieuw begin. Het rad draait door en je gaat verder naar een nieuwe cyclus in je leven. En ik heb het gevoel dat er met die maan duidelijkheid is gekomen op je situatie, waardoor je ja, een keuze kunt maken in de liefde. Je kiest ervoor om verder te gaan en niet meer rond te blijven draaien in dezelfde cirkel. Het is tijd voor een nieuwe reis en jij gaat die keuze maken in de maand december. En het kan zijn dat je inderdaad door een periode bent gegaan met ook de kluizenaar die we hier hebben liggen. En nou de zware vier onder op het dek, jezelf terugtrekken, mentaal uitgeput zijn, rust nodig hebben, meer slaap nodig hebben, mediteren. En ja, het kan zijn dat je hierdoor een bepaald inzicht hebt gekregen. Dingen zijn je duidelijk geworden doordat je die rust hebt genomen voor jezelf. Waarom ligt hier de kluizenaar? Waarom ligt hier de kluizenaar voor de weegschaal? Ja, koningin van kelken en wederom een energie van ja, je rust nemen, situatie bekijken vanuit elke ooghoek. Dat doet de hangman, vissen energie, koningin van kelken. Heel intuïtief is de koningin van kelken. Dit kan ook iemand zijn die helderziend is, die spiritueel erg verbonden is. En haar hart volgt, haar intuïtie volgt in een bepaalde situatie. Je bent in jezelf gekeerd en ja, je bent nagegaan. Wat krijg ik door? Wat voelt goed voor mij? Hoe te handelen in deze situatie? Welke keuze te maken? Een stuk healing is daarbij gekomen kijken, maar je hebt een inzicht gekregen. Je hebt een innerlijk licht geschenen en een inzicht gekregen. Als het gaat om liefde wederom. Met die koningin van kelken. Iemand die graag voor anderen zorgt. Zichzelf daarbij soms vergeet. Iemand die gewoon emotioneel balans is. De koningin van kelken. Die kan haar emoties goed controleren. Heeft controle over haar emoties. En ik heb het gevoel inderdaad dat jullie dat met die hangman eventueel angsten hebben kunnen loslaten. En ook ja, met de kluizenaar, er is een inzicht gekomen. Een bepaald licht geschenen op iets, waardoor je je angsten los kunt maken, laten en een keuze maken in een situatie. En in het verleden heb je jezelf misschien ja, of foute keuzes gemaakt, of jezelf misschien misleid als het ware. Waarom ligt hier die schildknaap van pentakels? Schildknaap van pentakels. Waarom ligt hier de schildknaap van pentakels, universum, voor de weegschaal? Ja, dankjewel. Staven 6. Vuurenergie, ramleeuwboogschutter. En wederom de geliefde. Dus dit is echt ja, een dubbele confirmatie van het universum. Jullie ja, staan voor het maken van een keuze. In de maand december. En je wil een overwinning behalen met die staven 6. Je wil erkenning krijgen ook vanuit je omgeving. Je maakt een keuze. En je kiest voor iets nieuws. Je hebt over die situatie geleerd, letterlijk, met de schildknaap van pentakels. Dit is leren, jezelf verder ontwikkelen. En dat hebben jullie gedaan door de situatie vanuit je innerlijke zelf te bekijken. Maar vanuit elke ooghoek ook met de hangman. Inzicht is er verkregen en ja, je wil de zegen behalen. Je wil als overwinnaar uit de bus komen. Je wil iets nieuws, je hart volgen met de staven. Zij is ook heel spiritueel. Er wordt je iets aangereikt vanuit het universum en dat is een nieuw begin met die schildknaap van pentakels. Een nieuw begin in de liefde. Een keuze heb je gemaakt en die keuze die zorgt ervoor dat je een nieuw begin kunt maken. Kan zijn dat jullie een nieuw begin gaan maken met een koning van pentakels. Stier maakt steenbok. Die lag onder op het dek. Want wij hebben hier de koningin van pentakels in jullie energie liggen. En deze ligt onder op het dek. En dat is wel een paar. Een koning en een koningin van pentakels. Twee mensen die stabiel zijn, onafhankelijk zijn, goed voor zichzelf kunnen zorgen. Wellicht een goede baan hebben. Dat beide benen op de grond staan. Waarom ligt hier de koningin van pentakels? Koningin van pentakels voor de weegschaal. Waarom ligt hier de koningin van pentakels?
Waarom ligt hier de koningin van pentakels voor de weegschaal? Zwaarde 3. Verdriet. Een gebroken hart. Waar je uit gaat komen. Een gebroken hart. 3 zwaarden. Dit staat ook voor healen. Pijn die met de tijd zal helen. En ik heb het gevoel, omdat deze kaart de koningin van pentakels verklaart. De koningin is iemand die in haar kracht staat. Je bent bezig geweest met dit stuk van het healen van jouw pijn. Groot persoonlijk verdriet heb je meegemaakt. En na dit healen van deze pijn kom jij in de keizerin-energie. Kan zijn dat jullie inderdaad te maken hebben met een stier of een weegschaal. Dit is jullie eigen energie. De keizerin is ook weegschaal-energie. Dit is een energie van groei. In je kracht staan. Weten wat je waard bent. Dit is ook een energie van vruchtbaarheid. Wellicht, ja, komen er nog kinderen in de toekomst? Of ben je op dit moment zwanger voor sommige van jullie weegschalen misschien? Ga je bevallen in de maand december? Of word je zwanger in de maand december? Dat kan natuurlijk allemaal. Maar je wil groeien. Je hebt geheeld van het verdriet wat je mee hebt gemaakt. En je bekijkt de situatie nu heel praktisch. Je wil stabiliteit als het gaat om familie. Dus een stabiele familie. Wellicht wil je een gezin opbouwen met iemand. Een nieuw begin maken. Een gezin vormen met iemand. Ja, financiële stabiliteit. Dit kan ook te maken hebben met een nieuw huis, inderdaad. Groei. Dit staat voor groei en vruchtbaarheid. Hele mooie energie. En wat zag ik hieronder op dek? Ridder van Pentakels. Het kan zijn dat jullie een boodschap krijgen, inderdaad, van die koning van Pentakels die zojuist onder op het dek lag. Stier maar steenbok. Iemand komt met een stabiel aanbod voor de lange termijn, wat je ook financiële zekerheid brengt. Een betrouwbaar aanbod. Wat een tijd geduurd kan hebben. Mag ik 3 kaarten voor de persoon van Weegschaal? 3 kaarten voor de persoon van Weegschaal. Ik zag net de zwaarde 6 omdraaien. Dat is dus een kaart van een situatie van conflict verlaten. Het kan zijn dat je persoon een situatie gaat verlaten. Of in deze connectie een conflict wil loslaten, wil verlaten. 3 kaarten voor de persoon van Weegschaal. Het kan ook zijn dat jullie een keuze maken in de liefde en inderdaad een nieuw begin willen en een bepaalde situatie gaan verlaten. Oeh, en ik denk het wel. Ik denk dat ik daarmee gelijk had. We hebben hier de dood. Je persoon verlaat een bepaalde situatie. De dood is een einde en een nieuw begin. Een wedergeboorte kan het ook zijn van een nieuwe situatie. Nog 2 kaarten voor de persoon van Weegschaal. Persoon van Weegschaal. Persoon van Weegschaal. Oeh, dat was niet zo'n fijne kaart. Zwaarde 7. Een kaart van dingen achterhouden. Backstabbing. List, bedrog, diefstal, noem maar op. Manipulatie. Dit is wat jouw persoon achterlaat, heb ik het gevoel, met de doodkaart. Een einde van, ja, misleiding. Een einde aan bedrog, van bedrog. En het willen werken aan een bepaalde situatie met de 8 van pentakels. We hebben hier schorpioenenergie, tweelingweegschaal, waterman, stier, maagd, steenbok.
willen werken aan een bepaalde situatie. Een situatie die al een tijd duurt. Waar zaadjes geplant zijn, maar waar geen resultaat zichtbaar wordt. Waarom ligt hier de zware 7 voor de persoon van Weegschaal? De zware 7. De zware 7. Zware 7. Koningin van Pentakels, die hadden we net in jullie energie ook liggen. Stier, maagd, steenbok. Het oordeel. Oef. En de hoge priesteres waterenergie. Schorpioen, kreeft, vissen. Weegschaal energie. Het kan zo zijn dat jouw persoon inderdaad jou ziet als iemand die zijn emoties achterhoudt, die geheimen bewaart. En jou ziet als die koningin van Pentakels, een stabiel iemand die zorgzaam is, onafhankelijk is, zijn zaakjes goed op orde heeft, een goede baan heeft. Hij of zij kan een oordeel hebben gemaakt over jou, als dit jouw energie is. En het idee hebben inderdaad dat jij geheimen bewaart. De hoge priesteres is ook heel intuïtief, luistert naar haar intuïtie, onderneemt niet meteen actie, maar houdt de dingen voor zich. En dat kan ook de betekenis zijn van die zware 7. Het kan zijn dat jouw persoon inderdaad een oordeel heeft gemaakt over jullie connectie, maar dit voor zich houdt. En daar komt nu een einde aan. Er komt nu een einde aan die gevoelens binnenhouden. En je persoon is nu bereid om te werken aan de situatie met de 8 van Pentakels. Of je persoon wil dat er een einde komt aan het binnenhouden van emoties door jou zelf, Weegschaal. Dus kijk even hoe dit resoneert. In ieder geval een einde aan geheimen, heb ik het gevoel, in deze connectie. Elkaar niet alles zeggen. Ik heb het gevoel dat jullie in deze heel sterk intuïtief zijn en je intuïtie volgen. En het kan zijn dat jouw persoon inderdaad jou ook zo ziet, maar wil dat dingen duidelijk worden, ook met die maan op tafel komen. Waarom ligt hier die 8 van Pentakels voor de persoon van deze schaal? 8 van Pentakels. Het kan ook zo zijn dat jouw persoon die connectie, jouw persoon iets achterhoudt in deze connectie tussen jullie beiden. En dat je persoon inderdaad voor hem of haar de situatie al beëindigd was. En dat dat ook een rode vlag is in deze. Dit kan dus bedrog zijn door dingen achter te houden, door geheimen te bewaren. En je persoon kan wellicht al aan het werken zijn aan een andere situatie. Of zijn energie en tijd stoppen in werk en carrière. Want we hebben hier ook financiën en carrière liggen. En de 8 van Pentakels. Dat is ook een energie van hard werken aan iets. 8 van Pentakels wordt verklaard door de kelken 2. Dus dan gaat het wel over een relatie. En dan onder op dek heb ik de kelken 6. Dit kan een soulmate zijn, iemand waar je in een vorig leven een contract mee hebt afgesloten. Met de kelke 2 en de kelke 6. Kan iemand zijn die je al heel lang kent, vanaf kindertijd. Iemand die terugdenkt aan jullie relatie. Iemand die wil geven in een situatie met de kelke 6. Iemand die jou een presentje wil geven, een cadeautje wil geven wellicht. Een sterke verbondenheid voelt, een diepe band en hieraan wil werken. Waarom ligt hier de dood? Waarom ligt hier de dood voor de persoon van Weegschaal? Waarom ligt hier de dood? Er moet een einde komen aan geheimen.
Waarom ligt hier de dood? Nog één kamer, alsjeblieft. Nee. Kelke 8. Onder op dek. Staven 8. 8 heeft te maken met kracht. Heeft te maken met verandering. Er komt communicatie. Of iemand gaat de situatie, jouw persoon wil deze situatie zo snel mogelijk veranderen. Maar ik heb het gevoel dat er een snelle communicatie binnen gaat komen over het weglopen van een conflict met de kelke 8. Kelke 8 gaat over van er moet nu een verandering komen in mijn leven. Het gaat niet meer, het kan niet meer langer doorgaan zoals het nu gaat. Ik ga weglopen van deze situatie, want er ligt iets anders op mij te wachten in mijn leven. En daar komt een hele snelle communicatie over, over dit einde. Een einde is ook een nieuw begin. Ik wil nog weten waarom die hoge priesteres hier ligt. Onder op het dek hadden we de ster. Wensen, hoop voor de toekomst. Waarom ligt hier de hoge priesteres? Ter verklaring van de zeven van zwaarden. Hoge priesteres. Staven 5, conflict. Innerlijk conflict, krijg ik het gevoel met de hoge priesteres. En de staven aas, een nieuw begin, een grote verandering. Passioneel begin, iets waar je hart sneller van gaat kloppen. Innerlijk conflict over een nieuw begin. Dit is wat jouw persoon achterhoudt. De gevoelens over een nieuw begin. Volgen van intuïtie onder op het dek, de magier. Manifesteren van dit nieuwe begin. Maar daarover in conflict zetten. Het kan een conflict zijn wat te maken heeft met niet weten of je intuïtie correct is. Als het gaat om deze situatie. En die zware 7. Ja, dingen achterhouden. Dus het kan zijn dat jouw persoon inderdaad dingen achterhoudt. Een conflict is over een nieuw begin. En het voor hem of haar al beëindigd is. Maar dat ze naar jou toe aangeven. Ja, harten willen werken aan een bepaalde situatie. Maar met die kelken allemaal hier. En ja, diegene voelt een hele sterke band met jou. Dus kijk hoe het resoneert. Wat is een eventuele... Oh, ja, zware 2. Geen keuze kunnen maken. In zijn hoofd zetten. Als het gaat om een keuze in de liefde. Voor de derde keer. Wat is een eventuele uitkomst in deze situatie? Ik ga even een ander dek erbij pakken. Pak deze. Wat is een eventuele uitkomst in deze situatie? Oh. Stop hem terug. Koningin van Staven was dat. Vuurenergie. Universum. Wat is een eventuele uitkomst in deze situatie voor de weegschaal? Eventuele uitkomst voor de weegschaal. Ja, er komt iemand op je pad of jij gaat de waarheid op tafel leggen. We hebben wederom, sorry, wederom de kluizenaar, maagdenergie. Dan hebben we de ridder van zwaarden, tweelingweegschaal, waterman, jullie energie. En we hebben de koningin van zwaarden, tweelingweegschaal, waterman. Dit is inderdaad jullie energie. Je zit nog inderdaad in dat, ja, in die fase van in jezelf gekeerd zijn. Innerlijk licht schijnen op de situatie. Maar de waarheid gaat gecommuniceerd worden door deze ridder van zwaarden. En... we hebben hier de koningin van zwaarden. Het kan zijn dat jouw persoon inderdaad komt met een boodschap. Dit kan voor conflict zorgen. Dit kan voor chaos zorgen op de een of andere manier. En ik heb het gevoel dat jullie met die koningin van zwaarden jezelf emotioneel afsluiten.
van deze situatie, van deze persoon. Waarom ligt hier de koningin van zwaarden? Waarom ligt hier de koningin van zwaarden voor de weegschaal? Ja. Zwaarden 10. Deze persoon heeft jou pijn gedaan, heb ik het gevoel. Je hebt je te neergeslagen gevoeld, de hoop wellicht opgegeven in een bepaalde situatie, groot verdriet gehad. Het kan zijn dat deze persoon je letterlijk heel veel verdriet heeft aangedaan. En waardoor je het, je echt verslagen voelde. Iemand heeft jou, je voelde je hopeloos. Maar met die 10 betekent dat er een einde komt aan deze situatie. Je komt in je kracht te staan, want je gaat naar die koningin van zware energie. Dit is iemand die heel veel mee heeft gemaakt, de koningin van zwaarden. Het kan zijn dat jullie inderdaad alleenstaande ouder zijn, of in ieder geval gescheiden. Dit kan een gescheiden persoon zijn, dus mocht je nog met deze persoon in een relatie zitten, dan kan het ook zo zijn dat je inderdaad uit elkaar gaat, of op dit moment wellicht geen communicatie hebt. We hebben hier ook nog de kaart, geef je relatie een kans, maar let op de rode vlaggen, let op die vinger. Dit waarschuwt jou over een probleem. Dus let daar wel op. Ik heb het gevoel inderdaad dat jullie in je kracht staan, weet wat je waard bent en je gaat niet zomaar settelen voor het eerste de beste. De koningin van zwaarden zit klaar met haar zwaarden om koppen te laten rollen, dus alles wat haar niet zint. Een situatie of een persoon waar zij inderdaad het idee van heeft, niet, deze kan haar niet helpen in haar groei in het leven. Deze persoon past niet bij haar, dan zal ze inderdaad breken met die persoon, maar ook afstand doen van de situatie. Dus ik heb het gevoel dat jullie inderdaad je emotioneel terug gaan trekken in de maand december van een bepaalde situatie. De waarheid wordt gesproken. En met niet heel veel emotie. Dit is puur vanuit ratio. Sta je in de situatie en je wil je emoties niet laten meespelen in deze. Maar let dus op die grote, of op die rode vlaggen. Er komen nieuwe creatieve ideeën om iets nieuws te starten. En er komt met die zonneschijn hier, die zonsopgang, een nieuwe, frisse start, een nieuw huis. Er komt dingen die je passie, je hart sneller laten kloppen met excitement wat we hier hebben liggen. En er wacht geld op jou, dus dat is allemaal heel positief en dat hebben we hier ook. Het zal misschien nu moeilijk zijn inderdaad, in die fase van het maken van een keuze. Welke kant ga ik op? Er komt duidelijkheid in die situatie en je zult stoppen met het ronddraaien in cirkels. Er komt een nieuw begin met die schildknaap van pentakels. Je komt in je kracht. Ook financieel zal je stabiliteit krijgen in jouw situatie. En er is weer licht aan de horizon. Je staat weer positief ten opzichte van de toekomst. Het kan wel zo zijn dat je inderdaad in modus bent van ik bescherm mezelf, ik bescherm mijn hart en ik laat me niet meer raken. Emotioneel met die koningin van zwaarden. Dan wil ik nog één kaart van de Soul's Journey om de reading mee af te sluiten voor de weegschaal in december. Weegschaal in december. Oh. Universum mag nog één boodschap, één affirmatie voor de weegschaal in december om deze reading mee af te sluiten. Keizerin ligt hier, hele sterke, krachtige energie, zelfvertrouwen, eigenwaarde, in je kracht staan en groeien. Nieuw begin, nieuwe uitdagingen. Universum, één boodschap, ja, dankjewel. En de boodschap is judgments. En ik heb het gevoel dat jullie daar mee bezig zijn met al die kaarten van innerlijk naar de situatie kijken, jezelf terugtrekken, jezelf healen, een oordeel. I understand that everyone has their own unique path and challenges. Ik begrijp dat iedereen zijn eigen unieke pad heeft en zijn eigen uitdagingen. Dat is de boodschap voor jullie, weegschaal. Neem dat mee in de maand december.
heel veel geluk, heel veel succes in jullie situatie. Resoneer dat, geef me een like. Abonneer je op mijn kanaal als je het leuk vond om naar mijn video te kijken. En voor iedereen die zich al heeft geabonneerd, hartstikke bedankt. Helemaal toppie. Druk op de bel, kun je zien wanneer ik een volgende reading post. En tot ziens!